Lieve Alexander, wie had ooit gedacht dat ik jou op je verjaardag op deze manier zou feliciteren? Heel veel liefs en alle goed. Beste Alexander, namens de familie en dan wil ik je van harte feliciteren en toosten we op je gezondheid en de gezondheid van iedereen in Nederland. Ga je goed. Cheers. 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 En ik wil nog een hele bijzondere toast uitbrengen. Ten eerste natuurlijk aan mijn familie. Heel veel dank voor dit bijzondere, ontroerende, digitale moment. Maar ik wil vooral ook een toast uitbrengen bij deze. Op iedereen die Nederland op dit bijzondere, bizarre moment draaiende houdt. Niet alleen de zorgprofessionals. Het zijn onze boeren die elke dag ons voedsel produceren. Het is de logistiek die zorgt dat het in de winkels ligt. De vakkenvullers en iedereen die zorgt dat we elke dag in de winkel ook wat kunnen kopen. Het is heel bijzonder hoe de schoonmakers zorgen dat alles gedesinfecteerd wordt. Dat iedereen zijn werk kan doen. Dus er zijn zoveel mensen die dag in dag uit Nederland draaiende houden. En voor hun een hele speciale toast. Dank jullie wat jullie doen. Toast. Proost. En een hele fijne Koningsdag verder nog voor iedereen in Nederland. Geniet van de zon! Geniet van de zon, geniet van de dag. Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hibberibiep, hoera! Hibberibiep, hoera! Eerder vanmiddag spraken de koning en zijn gezin vanuit huis met verschillende bekende Nederlanders. Onder wie vlogger Enzo Knol. Ik vraag me heel erg af, omdat mensen ook wel eens aan mij vragen, maar hoe ben je achter de camera? Dus de vraag, dat los van de foto's die naar buiten komen of de interviews die worden gegeven. Kan mijn dochter misschien beter vertellen? Ja. Ze gaat dat zeggen, ze is een hele lastige moeder. Die echt altijd heel streng is, die altijd chagrijnig is en die heeft geen energie. Ik vind mijn ouders echt best een goede, ja, hele goede ouders. Ja. Maar ze zijn niet... Bravo! Kijk, ik weet ja soms... Dit was niet scripted! Dit was niet scripted, nee. Kijk, soms is het natuurlijk wel een beetje stress, maar ik denk dat er bij elke ouder, dat ze dan wel... Soms betere dagen hebben, soms slechtere dagen, maar over het algemeen het is, wel gezellig. Is het altijd wel gezellig. Ja. Ah, we kunnen heel goed met elkaar lachen.